U mag gaan zitten. We kunnen vanavond weer met zoveel ruimte zijn. Hier in Blonsbroek, waar we het carnavalseizoen willen beginnen, zoals we dat gewoon doen, met een eucharistie, met een heilige mis. En als ik het goed heb, is dat al voor de 23e keer. Mooi antwoord. Welkom allemaal. Maar dan natuurlijk in de eerste plaats ons prinsenpaar. En ik kijk naar prins Peer de Vuuste. Ja, ze willen ze proberen zomaar uit te spreken. Aan zijn rechterzijde prinses Gerrie. De kinderen, fijn. Ik zie ons vorst Jan, hartelijk welkom. Ik kijk naar de raad van elf van prins Carnaval. Of van de blinde bloos. Maar ik kijk ook tegelijkertijd hier naar jullie, de toekomst. Ja, Dinant, jeugdprins. Van welkom. Maura. Nou, fijn dat jullie er vanavond zijn. Een bijzonder groot van welkom aan de genodigden. En dat is hier burgemeester van Verhoeven met echtgenoten zitten. Hartelijk welkom en fijn dat je beiden vanavond weer hier bent. Ik zie dat je dan kan willen. Fijn. En laten we dan nu tot de Heer bidden. Goede God, zie ons vanavond hier in de kerk in Blonsbroek met zoveel bij elkaar, omdat we met elkaar carnaval willen vieren. Omdat we feest en plezier willen gaan maken. Want u hebt ons immers geschapen om met elkaar door het leven te gaan. Om samen het leven te leren. Laat ons dan ook fijne carnavalsdagen beleven in een goede sfeer, in gezelligheid en fijne ontmoetingen. Wij vragen het u door Jezus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij kunt niet God dienen en de man. En daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven, wat je zult eten of wat je zult drinken, en ook niet voor uw lichaam wat je zult aantrekken, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding. Let eens op de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en waaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij dan niet veel meer waard dan zij? En wat maakt gij u zorgen over uw kleding? Kijk eens naar de leeuwen in het veld, hoe ze groeien. Ze arbeiden nog spinnen. Toch zeg ik u zelf, Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veld gewas, dat er vandaag staat, en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleed, hoeveel te meer dan u, klein gelovige. Dienen, mag ik me even tot jou richten en mag ik jou een vraag stellen? Ja. Heb jij de versiering in de kerk gezien? Ja. Mij valt iets op. Toen ik hier binnenkwam, zag ik daar meteen dat blauwe shirt. Heb je dat gezien? Weet je wat daarop staat? Jong Nederland. Ben jij bij Jong Nederland? Nee. Wie is er dan wel bij Jong Nederland? Oh, vingertjes, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Hoe? Wat wil dat zeggen? Niet helemaal. Nee, ik ben pas geleden gestopt. Zeg, waarom ben jij gestopt? Dat zou ik nou eens willen weten. Omdat ze het te druk had. Ja, dat zie je weer. Je kunt geen twee heren dienen, hè? Je moet kiezen. Ofwel het ene, ofwel het andere. En dan heb jij Jong Nederland laten varen. Heb je gezegd, daar, Jong Nederland. Maar ik zie nog iets, Anne, bij die versiering. Ik zie daar, ja, wat zie ik er nog allemaal boven? Dan moet ik even kijken, wie is nog weer Anne? Dat is Anne, hè? Nee, toch, nou heb ik toch goed. Want ik zag jou zo kijken en ik denk, oh, ben ik weer onzeker. Anne, ik zie daar nog, in het midden zien we natuurlijk het belangrijkste staan. Hè? Daar zie je wel, hè, iemand. Wat staat er aan het midden? De steek en de foto van Peer en Gerrie. Ja.
Thank you.